beetje. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat het geld erbij komt. Maar je vraagt je soms ook af, heeft dat zin? Ja. 100 miljoen is veel geld. Maar als je kijkt dat in Tilburg alleen al is de drugsomzet 800 miljoen. Jullie zijn ondernemers, jullie kunnen meerekenen. De synthetische drugsomzet in Nederland is 18,9 miljard euro. Ja, dus 100 straatwaarde miljoen wereldwijd. Hè. We moeten... Ja, oké, maar dat is nog niet min. Is 100 miljoen genoeg? 600 miljoen in Nederland. Nou, kijk, wat ik ook extra heb gedaan is 30 miljoen nu inzetten op afpakken van criminelen. Dus om wat we gaan doen is, we gaan nog meer rechercheurs inzetten, gespecialiseerd op het afpakken van crimineel vermogen. Nog niet gespecialiseerde regisseurs krijgen daar ook extra opleidingen voor. We gaan de digitale opsporing op een aantal punten aanscherpen, ook helemaal gericht op dat afpakken van vermogen. Want dus dat is nog eens extra geld, die 30 miljoen komt er nog een keertje bij. Ja, dat is nog bovenop de 100. En wat is namelijk het punt? Ze worden gestraft en ze gaan de cel in. Maar in een aantal gevallen maakt dat kennelijk toch nog, hoezeer we die straffen ook verzwaren, niet even van indruk. Dus we zetten ook enorm in op afpakken van alles wat ze... Wat ze verdiend hebben. Ik las deze week dat de korpschef van Rotterdam, Frank Pauw, zei van, kijk, Rolexen pakten we af. Ferraris van mensen met een bijstandsuitkering pakten we af. We gaan nu voor de dure jassen. Jonge jochies, mooie jassen, bondkraag, maar zo'n jas kost soms al 1600 euro. Moet ik echt voor me zien dat de politie op straat mensen zegt, nou, trek die jas maar uit, ga maar hier? Nou, Frank Pauw is een geweldige kerel, ja, die heel beeldend de dingen kan neerzetten. Maar gaat dit dan te ver? Kijk, waar het om gaat is dat de politie en het Openbaar Ministerie heel duidelijk inzetten op het binnenhalen van al die inkomsten uit criminele activiteiten. En ik vind dat een jonge jongen van 15 of 16 die in het weekend wat wil bijverdienen, die moet het weer leuk gaan vinden om dat bij een supermarkt te gaan doen. En niet om verleid te worden om dit soort dingen te gaan ondernemen. En nogmaals, mensen als Frank Pauw bij de politie hebben we nodig om binnen onze rechtsstaat op een goede manier dit soort dingen aan te pakken.